vroeger was ik er zo angstig voor om daar naar binnen te gaan. Gigantische muren stonden voor, doordat ik niet kon lezen en schrijven. En ja, je zag wel allerlei andere kinderen naar binnen gaan. En nu, ja, nu ben ik trots dat ik hier de bieb binnen durf te komen. En ook zelf een boek kan pakken en vinden. Ja, daar ben ik onnoemelijk trots op. Ik ben ja, daar een heel ander mens door geworden. Bijvoorbeeld, hoe ben je anders geworden? Ja, doordat ik toch op mijn 45ste een gigantische drempel overgegaan ben om te gaan leren lezen en schrijven. En ik heb op het ROC ook leren lezen en schrijven. En daardoor ben ik een heel ander mens geworden. En ik hoef me ook niet anders te doen als dat ik werkelijk ben. Nu kan ik laten zien wie ik werkelijk ben. Je bent ook taalambassadeur? Ja, klopt. Ja. En wat is een taalambassadeur? Een taalambassadeur is, ik bezoek heel veel ziekenhuizen, scholen, bedrijven, politiek, de regering. Ik zit nu sinds 2 jaar ook in de politiek om de gemeentes bewust te maken van maak het begrijpelijk voor alle inwoners. Ga niet gelijk met moeilijke woorden met brieven beginnen, want dan komt de brieven bij de reclame te liggen. En dan wordt er niks mee gedaan, maar alle gevolgen van dien. En dan zie ik wel eens kinderen ondergaan, dus een sprookjesverhalen. Dan denk ik, waarom was dat vroeger niet? Zo belangrijk is dat de bieb dit doet, dat kinderen naar binnen kunnen lopen om een simpel boekje te kunnen pakken om te leren lezen en schrijven. Want dat bestaat hun leven uit. Denk maar aan jezelf. Als je opstaat, wat doe je het eerst? Je appje bekijken of een boekje lezen. En ja, dat leer je wel in de bieb. En kijk, en als kinderen dat van jongs af aan gaan doen, dan hoeven ze, nadat wij moeten, niet extra cursussen gaan volgen. Ik heb een live-uitzending op tv verteld wie ik werkelijk was. En vanaf die tijd durf ik om hulp te vragen. Alleen het woordje hulp vragen, dat durf ik nu. Als ik nu bij de bieb zit en ik zie iemand van de bieb te lopen, durf ik te vragen, jongens, ik snap dit niet of ik snap dat niet. Kunnen jullie me helpen? Dan word je geholpen, maar vroeger deed ik dat niet. Ik ben een heel ander mens geworden. Ja, en ja, mijn vrouw die lag dan op bed, die was ik aan verzorgen en ik kwam binnen. Die lag, die zei, nu kan je laten zien wie je werkelijk was. Want je was van 2 personen, was ik 1 persoon geworden. En nu zet ik me in voor alle kinderen die moeite hebben met lezen schrijven. Of het nou de dyslexie is of niet, help die kinderen op jonge leeftijd. En is de bieb wel een grote, heel belangrijk dat de bieb daarvoor is, voor die kinderen.